Op maandag 17 oktober wordt in de Gulpense Looierstraat de Knielis Snuffelwinkel heropend. Knielis is een Nederlandse onafhankelijke non-profit organisatie met als doel Lesbos het eerste kettinghondenvrije eiland van Griekenland te maken. Dit wordt gefinancierd door donaties en inbrengen van spullen die hier in deze winkel verkocht worden. Zo hoopt men een einde te kunnen maken aan de ellende die veel kettinghonden in Griekenland ondergaan. Nou, verkopen eigenlijk, zoals de reclame van ons al zegt, 1001 dingen. Je kunt het zo gek niet opnemen wat we hier verkopen. Van naaimachine tot boeken tot cd's, kleding, schoenen, schilderijen. De spullen kreeg van de Lu, van Nederingen deed ons goed gezin zijn, of mensen die zeggen van ik vind het leuk om een goed doel te geven. Dan kreeg we de spullen van. De opbrengst is dus naar de verkoop natuurlijk van de spullen. Hè. De opbrengst gaat dus naar de stichting Canilus Animal Foundation. En door werden dus diverse projecten op het eiland Lesbos werden door met ondersteund en opgezet. Nou, het bijzondere aan deze winkel is dat er zoveel partijen daar zo blij mee zijn. Alles kiet een tweede leven, met alles gerecycled, kan ze zeggen. De mensen die brengen, die zeggen van oké, ik hoef mijn spullen niet aan de stroot te zetten. Dan de mensen die kopen, die denken van yes, daar heb ik een leuk artikeltje voor een goedkope prijs. Uiteraard de honden, hoe het hem gaat, de projecten, de drie projecten die we ondersteunen en de vrijwilligers. De drie projecten die we ondersteunen, dat zijn dus dat we twee rangers door hebben die voor ons dus de honden kunnen opsporen, de kettinghonden let wel. Hè. Niet de zwerfhonden, maar de kettinghonden kunnen opsporen. Dan kunt die ook de eigenaren opsporen en zeggen tegen de eigenaar, dit is niet goed, mocht ook niet meer sinds de wet van 2012. En dan heeft er verandering gebracht. Bij de loesert de eigenaar niet, dan is het zo dus dat de politie ingeschakeld werd. Dat is één project, opsporen van de kettinghonden en de eigenaren. Het tweede project is educatie, heel groot succes. Dus op de kindertjes op de school, maar ook al op de middelbare scholen en de hogere scholen. Het derde project is sterilisatie. Dat werd er allemaal van bekostigd. Geen gedachte.